Jullie hebben net gekeken naar de videoclip van 2103. Drie jongens die het geluk hadden om samengesteld te worden door de productie powerhouse Pajam. Ze hebben eerder geproduceerd voor Beyoncé en Boyz II Men. En de 21ste dag van 2003, daar komt hun naam vandaan, toen hebben ze de groep 2103 gevormd. En ze blijven succesvol. Dit nummer You vind ik ook erg lekker, hoe ze erin dansen. Geweldig. En wat ik ook geweldig vind, is dat Roald naar de studio kon komen. Hey, hoe gaat het, Roald? Ja, goed. Ja? Ja. Je album Tevoorschijn heb je vorig jaar uitgebracht. Wat is nou eigenlijk de grote boodschap, de main message van het hele album? Eigenlijk tevoorschijn komen met ook de nare dingen van je leven. De schaduwkant van je leven. Mm-hmm. Waar ik voor mezelf heel erg merkte dat ik als christen dat heel erg... Ik heb bij mezelf gemerkt dat je kan richten op de alle goede dingen. Hè, de goede dingen die je moet doen, de dingen die je moet laten. Maar dat ik heel erg merkte dat als ik alle nare dingen, de zwarte kanten, zeg maar, wegging duwen, dat eigenlijk weinig zin had. Dus ik heb eigenlijk een album gemaakt met de liedjes in de periode dat het niet zo goed met mij ging. En dat ik eigenlijk probeerde om daar gewoon uiting aan te geven van, Heer God, dit is er gewoon. En dit is wat ik waar ik mee moet dealen met u. En ik hoop dat u daarin wil komen en daar... dat we daar samen mee kunnen stoeien om, om dat een plek te geven. En dat is eigenlijk tevoorschijn. Er zijn verschillende iets van 13 liedjes over God, over mezelf, over pijn, over moeite, over Nederland, over mooie dingen, over liefde. Ja, eigenlijk gewoon... Een heel transparant en persoonlijk album. Ja, heel... Wat is nou je favoriete nummer op het album? Mijn favoriete nummer is Gewoon, denk ik. En dat is een liedje wat ik geschreven heb toen ik in Kroatië was. En eigenlijk toen ik op vakantie was... mezelf sms'jes aan het sturen was met flarden van tekst. En toen ik thuis kwam, toen barstte de bom en moest ik achter de piano zitten om mijn gevoelens te uiten. Alle sms'jes bij elkaar heb ik er een liedje van kunnen bouwen. En dat is eigenlijk voor mij een pareltje van iets wat ik meegemaakt heb en waar ik op die manier vorm aan heb kunnen geven. Je gaat zo meteen het nummer Voorzichtig zingen. Wat is nou eigenlijk de boodschap van dat nummer? De boodschap van het nummer is... Ik keek naar Nederland en ik zag dat Nederland heel veel verschillende facetten heeft in Nederland die gewoon eigenlijk helemaal niet goed gaan. En ik zag de kerk, zich niet, die was niet relevant bezig met die problemen in Nederland. Dat is wat ik zag in mijn studententijd. En terwijl ik zag dat de kerk eigenlijk buiten de maatschappij stond, ging ik plaatjes als het ware proberen in woorden te vatten. En waar het eigenlijk om gaat is dat ik het gevoel heb dat we als christenen bang zijn voor de buitenwereld. En dat we ons laten, dat we als het ware ons afkeren van de dingen die wij dan slecht vinden. En daardoor eigenlijk het contact verliezen met de mensen buiten de kerk. Maar mijn zoektocht was ook van hoe kun je dan wel contact hebben? Want we zeggen wel vaak, we moeten naar buiten. Maar ik geloof niet dat we naar buiten moeten. Maar dat er ergens een soort van, ons moeten laten raken voor de problemen die er buiten de kerk zijn. En niet zozeer niet het idee dat we iets moeten geven, maar juist dat wij iets mogen ontvangen van de mensen buiten de kerk. Dat wij ons mogen laten raken. En het refrein zegt eigenlijk van breek ons voorzichtig voor uw gebroken wereld en beweeg ons steeds dichter naar uw bewogen hart. En dat is eigenlijk mijn verlangen voor de toekomst van Nederland. Dat de christenen zich niet afkeren van de seculiere wereld, maar dat we... als het ware laten breken door de dingen die daar nodig zijn. Zeg maar. Bewogen zijn voor de mensen die het moeilijk hebben. Ja, en ergens ook jezelf durven laten raken. Want anders is er geen bewogenheid, zeg maar. Ja. Dus, okay. Nou, Roald, je hebt het nu over het nummer gehad. Maar ik ben blij dat je het zo meteen gaat zingen. Geniet, want dit is echt een prachtig nummer dat je zal raken. Roald met Voorzichtig. We hebben huizen zonder liefde en de liefde is te koop. Iedereen kan haar verdienen terwijl men gratis liefde hoopt.
We bevrijden ons van wetten en we vluchten levenslang. Achter dijken die we schermen, maar verdrinken in de hand. Breek ons voorzichtig voor uw gebroken wereld. Beweeg ons steeds dichter naar uw bewogen hand. We hebben straten vol met buren en wie praten er met hen? We zijn vrienden zonder vriendschap en we blijven ongekend. Onze droom is weggekropen, onze harten zijn op slot. Maar de monden zijn geopend en ze praten over God. Breek ons voorzichtig. Maakt het dan misschien iets los in nee?